Dames en heren, behandelaars en trainers, welkom bij podcastaflevering en zowel eindejaarsinterview. De eerste keer dit jaar, laat alsjeblieft weten wat je ervan vindt. We hebben iedereen via onze e-maillijst en via social media gevraagd om vragen in te zenden over vitaliteit, over doelen stellen, over persoonlijk leiderschap, wat dan ook. En gebundeld tot één podcastaflevering / interview. Waarin ik deze ga beantwoorden. Janneke zit aan de andere kant van de camera de vragen te stellen. En ik zal ze steeds beantwoorden. Dus we gaan starten. Oké, de eerste vraag. Ik heb een vraag over terugkerende blaasontsteking bij jongvolwassenen en oudere dames. We zien het vaak in de praktijk, maar het blijft lastig qua behandeling. Urologen weten het vaak ook niet. Hoe zie jij dit vanuit het zesdomeinenmodel? Ja. Hele goede vraag. Dus terugkerende blaasontstekingen. Terugkerende blaasontstekingen kun je eigenlijk echt zien als een levensstijlsignaal. Dus net als wat ze zeggen bij diabetes type 2, is eigenlijk ook puur afhankelijk van levensstijl. Daar is eigenlijk terugkerende blaasontstekingen dat ook. En ik snap wel dat de gemiddelde uroloog daar niet meteen doeltreffend met de oplossing komt, omdat het meer een systemisch ding is en de uroloog vaak heel gefocust is op één specifieke regio. En dat zal ik toelichten. Het allerbelangrijkste om hiermee te weten is de rol van het immuunsysteem en het lymfatisch systeem. Het lymfatisch systeem is eigenlijk een soort van ingewikkeld in het immuunsysteem. Dus vanuit het zesdomeinenmodel beredeneren we het immuunsysteem hoofdzakelijk vanuit de darmen. En in de tweede het tweede verdedigingsmechanisme van je darmwand is eigenlijk het lymfatisch stelsel. Dat noemen we ook wel het CALT, C-A-L-T. Dat staat in het Engels voor Common Associated Lymphatic Tissue. Dat wil zeggen het algemene lymfatisch stelsel in je lijf. En lymfestelsels zijn in het lichaam overal met elkaar betrokken. Dus het Common Associated Lymphatic System is het grootste. Maar bij je blaas heb je dus je BALT, dus je Bladder Associated Lymphatic Tissue, dus het blaasgerelateerde lymfatisch stelsel. En je ziet dat als het CALT, dus het algemene lymfatisch stelsel, wat verzwakt raakt, dat de andere plekken in het lichaam waar je slijmvlies hebt dat ook doen. En in dit geval dus ook de BALT. En die blaasregio raakt dan verzwakt, eigenlijk de immuniteit raakt daar verzwakt en daardoor veel vatbaarder voor bacteriën van buitenaf. Want dat is toch meestal wel de oorzaak van blaasontstekingen. Dus het gaat er niet zozeer om van, hey, moet je proberen te mijden met hygiëne dat er minder bacteriën komen. Natuurlijk is dat een leuke aanpak. Maar waar je voornamelijk naar moet kijken is de rol van het immuunsysteem in terugkerende blaasontstekingen. Dus wat we heel veel zien, persoonlijk heel veel goed resultaat meegehaald, maar behandelaars en trainers doen het ook heel veel. Als je op het immuunsysteem goed kunt werken als behandelaar of trainer, slaap kunt optimaliseren bijvoorbeeld ook, ademhaling heeft daar veel mee te maken, dan zien we gewoon dat in het jaar daarna, als iemand normaal gesproken bijvoorbeeld 4-5 keer blaasontsteking per jaar heeft, dat het al heel snel naar 1-2 gaat en dat het jaar daarna eigenlijk gewoon helemaal weg is. En dat is niet omdat mensen dan enorm moeilijke dingen moeten blijven doen, maar ze moeten gewoon een aantal kleine aanpassingen maken die extreem effectief zijn. En wat je daarmee dus doet, is het common associated lymphatic tissue optimaliseren, waardoor alle andere slijmvlies in het lichaam ook optimaliseren, omdat ze aan elkaar geschakeld zijn. In dit geval de blaas, maar dat kan ook prima voor longen bij longontsteking of bij de neus voor neusontsteking, neusholteontsteking, dat soort zaken. Dus specifiek antwoord op de vraag, terugkerende blaasontstekingen, zoek het in het CALT, wat ligt binnen het immuunsysteem. En dat heeft via de BALT, dus het lymfatisch stelsel in de blaas, een hele sterke relatie met elkaar en dus ook heel erg met de ontstekingsgevoeligheid. Oké. De volgende vraag is er eentje eigenlijk vanuit een klant. Ik ben 2 weken geleden voor de derde keer geopereerd aan mijn neus. Ik heb last van mijn slijmvliezen en er zaten ook weer polypen. De laatste operatie was 1 jaar geleden. Ik ben altijd mega verkouden en ik heb ook hoofdpijn. Ik slaap meestal met mijn mond open en ik weet dat dat niet goed is, maar als alles zo dicht zit, dan doe je dat automatisch. Ik probeer overdag zoveel mogelijk door mijn neus te ademen. Weet je wat ik hieraan zou kunnen doen? Ja. Natuurlijk geen uitgebreide intake gedaan, dat soort zaken. Maar mensen die veel last hebben van
holtes, maar ook de slijmvliezen, hè, dus oor, oog en neus. Daarmee moet je altijd denken aan de kwaliteit van de darmen. En in dit geval geeft deze persoon specifiek ook aan dat mondademhaling speelt. En dat is dus ook een belangrijke parameter. Het belangrijkste model om hierin te denken is het model van primaire uitscheidingsmechanismes en de secundaire uitscheidingsmechanismes. Je hebt primair drie organen die betrokken zijn bij het uitscheiden van stoffen uit het lijf. Dus de stoffen die er niet horen, vrij radicalen bijvoorbeeld, die gaan via darm, lever en nieren, via de processen van die drie organen, gaan ze weer naar buiten. Ja, de lever is de uitsmijter van het immuunsysteem. De darmen zelf zijn eigenlijk het immuunsysteem. En de nieren kunnen via de blaas ook stoffen uitscheiden. En op het moment dat die systemen aan de tax komen, op het moment dat die zeg maar 100% draaien, kunnen ze niet 105 of 110% draaien. Dus als je het vergelijkt met een kantoor, moet een bepaalde deadline gehaald worden. Er is een team. Die kunnen een bepaalde hoeveelheid werk hebben. En in een kantoorzetting zou je nog kunnen overwerken, zou je nog langer kunnen blijven. Deze organen kunnen dat niet en die gaan meteen eigenlijk een ander team inzetten. En dat noemen we de secundaire uitscheidingsmechanismen. Dus worden de primaire mechanismes eigenlijk getaxt, darmen, lever en nieren, dan gaat je lichaam ook stoffen uitscheiden via de huid, via de longen en via dus de slijmvliezen. En dat is echt de reden waarom heel veel mensen heel lang snotterig zijn en verkouden zijn. En waarom het vaak enorm helpt om die darmen tegemoet te komen. Voornamelijk met voeding, maar dat kan ook stressgerelateerd zijn. Dat is maar net afhankelijk van hoe iemand de visus vragenlijst invult. Maar daarin zien we enorme resultaten dat mensen gewoon weer helemaal vrij door hun neus kunnen ademhalen. Dat dat helemaal geklaard wordt, omdat het werkt nou eenmaal in deze volgorde. Die organen, die primaire uitscheidingsmechanismen, darm, lever en nieren, die kunnen gewoon maar 100%. Als die maar 80 of 90% hoeven te werken, heb je gewoon per definitie niet dat in dit geval specifiek de slijmvliezen gebruikt hoeven worden om het uit te scheiden. Dat wil niet zeggen dat je specifiek ook darmklachten hoeft te hebben, of dat je iets met je lever hoeft gehad te hebben, of dat je bijvoorbeeld blaasontsteking gehad moet hebben. Dat hoeft helemaal niet. Het belangrijkste voor een behandelaar of trainer hierin is om de visus vragenlijst goed te analyseren, goede prioriteiten bepalen en dan wijst dat zich automatisch. En daarnaast bij mondademhaling is uiteraard een hele belangrijke, omdat er allerlei chemische processen spelen. Die ervoor zorgen dat de neus eigenlijk ook nog weer meer verstopt kan raken. Dus op het moment dat mensen eenmaal beginnen met een mondademhaling, nemen de slijmvliezen in de neus aan kwaliteit eigenlijk automatisch af. En op het moment dat die afnemen, is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar daar gaan we niet helemaal op diepte op in, word je dus nog snotteriger, ga je nog eerder door je mond ademhalen en dan wordt het een visuele cirkel. En dat heeft bijna allemaal te maken met de chemie van ademhaling. Dus de hoeveelheid zuurstof ten opzichte van CO2. Voor de klant die luistert, dat is echt een te lange vraag, maar de vraag is eigenlijk beantwoord, kun je er wat mee? Ja, zoek het in darmen, in neus en mondademhaling. Als je dit hoort en je denkt, nou, dat klinkt logisch, daar wil ik wel wat meer van weten, stuur gerust een mailtje, dan kunnen we je koppelen aan een van de behandelaars trainers die onze opleiding heeft gedaan en die je goed mee kan helpen. Helemaal mooi. Een hele mooie vanuit een cursist. 2019 is bijna ten einde en 2020 staat voor jullie deur. Waar ben je tot nu toe het meest trots op? Ja, waar ben ik het meest trots op in 2019? Dat zal een Physis Academy vraag zijn, maar het eerste waar ik heel trots op ben is dat ik vader mag worden. Dat is toch echt bij uitstek het eerste. Het meest unieke, het meest bijzondere en laat voorop staan dat privé daarin dat het allerbelangrijkste is. Wat is qua Physis Academy hetgene waar ik het meest trots op ben? Dat is de extra waarde die we mogen toevoegen aan de behandelaars en trainers die onze cursussen volgen. Dus de jaren hiervoor was het uiteraard de 6 domeinen cursus. Dit jaar is het nieuw, de Physis Academy jaaropleiding. Dat loopt ook als een speer, daar ben ik uiteraard ook heel trots op. Maar voorin waar ik goed ben is dat wat meer logisch. Dus als het heel veel logischer is, ben ik er vaak wat minder trots op. Waar ben ik dan enorm trots op? Dus de waarde die we mogen toevoegen. Dus we zijn 3-4 maanden geleden hebben we de eerste businessdag gehad. En het blijkt dat heel veel behandelaars en trainers met dat 6 domeinen model echt hun droombaan willen creëren. Dus dat ze het echt willen inzetten om hier echt wat van te maken. Echt hun eigen project, hun eigen traject, hun eigen expert te zijn
middels dat zes domeinen model. En die eerste businessdag was zo gaaf. Gewoon puur en alleen omdat we heel veel vragen konden beantwoorden. Ik heb praktisch veel ervaring bij hoe kom je binnen bij bedrijven. Hoe maak je klanten groene ballen. Hoe zet je nou zoiets op? Hoe maak je nou overtuigend? En vooral mijn coach, Mark van Lammeren. Die mocht heel veel mensen waardevolle persoonlijke inzichten geven. Waarom je wel goed genoeg bent om dit te doen. Waarom het wel nu de tijd is om het te doen. En heel veel mensen waren zo geïnspireerd. Zo dankbaar. Dat we dat dus nu elk kwartaal gaan doen. Elk kwartaal een businessdag gaan organiseren. Om mensen echt te helpen. Hun zaak te groeien. En als persoon ook echt te groeien. We hebben dit jaar hele mooie berichten ontvangen van cursisten die enorm dankbaar zijn. Daar ben ik echt wel het meeste trots op. En dat we dat mogen groeien. En dat met... Ja, hoe de overtuiging van het zesdomeinenmodel mogen we ook steeds meer, of krijgen we steeds meer vragen van bedrijven die zeggen van, hey, heb je niet zo'n specialist voor ons? En dat wij dan de behandelaars en trainers hier wel opgeleid meteen ook werk kunnen verschaffen, die combinatie, daar ben ik echt heel erg trots op. Ja, dat vind ik echt enorm gaaf. Kun je meer vertellen over dat stukje wat je zegt, dat we ze ook werk kunnen gaan verschaffen? Wat bedoel je daarmee? Ja, nou, ik ben... los van het zesdomeinenmodel met de opleiding ook steeds meer aan het spreken. Dus ik word bij steeds grotere bedrijven gevraagd om te spreken. En bedrijven vragen dus ook van, ja, maar als een personeelslid bij ons nou echt gecoacht wil worden, doe jij dat dan ook? Dan zeg ik, nou nee, ik doe die één op één dingen niet, want dan kan ik niet in de snelheid bewegen met de opleiding waarin ik nu beweeg. En ik vind dat ook niet het allerleukst. Maar ik heb wel heel veel mensen opgeleid die het kunnen. En zo koppelen we straks bedrijven aan behandelaars en trainers. Die eventueel ook trainingen kunnen komen geven. Als mijn agenda te vol raakt aan het spreken en trainingen geven. Maar dus ook als personeelsleden zeggen van, joh, luister, ik wil graag geholpen worden. Dat we dan dus kunnen doorverwijzen naar een behandelaar in de buurt. En ik spreek door heel Nederland, dus dat komt mooi uit. We gaan ook een landkaartje Google Maps stijl maken op de website waar behandelaars en trainers te vinden zijn. Want we krijgen ook echt op de Physis Academy mail steeds meer vragen van leken. Van, hey, waar kan ik geholpen worden met deze filosofie? En dat willen we dus steeds efficiënter aan elkaar gaan koppelen. Totaal belangeloos, dus daar gaat niet een ouderwetse fee op, er hoeft geen geld aan verdiend te worden. Daarin geloof ik echt enorm aan de kracht van het geven. Mensen komen bij ons een opleiding doen. Niks mooiers dan voor mensen, los van dat we ze een bult kennis mee naar huis geven en praktische vaardigheden, dat we ze ook meteen kunnen zeggen van, hey, zou je niet ook deze mensen willen helpen? Ja, dus via bedrijven en via ons. Kijken. De volgende vraag gaat over het immuunsysteem en waarom het eigenlijk zo belangrijk is in chronische pijn. De vraag is eigenlijk, is dit niet eigenlijk een gevolg van wat je wel of niet goed doet met voeding, bewegen of ontspanning? Of anders gevraagd, waarin is het eigenlijk een eigen domein? Ja, nou, kan ik heel duidelijk in zijn. Het immuunsysteem is bij uitstek het belangrijkste domein. Natuurlijk beïnvloed je die ook met slaap. Met ontspanning misschien een beetje, maar voornamelijk met slapen en met voeding beïnvloed je hem. Maar het immuunsysteem is met recht een eigen domein, ook om het belang aan te tonen. Heel veel behandelaars en trainers weten niet goed wat het immuunsysteem is. En het is een groot gemis in afvallen, je energieker voelen, zelfs massa aankomen, maar ook gewoon echt vitaal en gezond zijn. Ja, dus mensen weten niet wat het is, daarom heb ik hem ook expres een los domein gemaakt. Maar hoe meer je gaat verdiepen in... domeinen die, of eigenlijk onderwerpen die aan bod komen tijdens de jaaropleiding. Dus de mondflora, chronische pijn, oxidatieve stress. Dan zie je niet, of dan ga je zien dat niet slaap, voeding alleen maar het immuunsysteem beïnvloeden. Maar dat het vanuit het immuunsysteem als eigen domein, dat eigenlijk elk andere domein raakt. Dus op het moment dat je immuunsysteem niet goed op de rit is, noem thermoregulatie, noem dus inderdaad voeding, noem de juiste mate van discomfort creëren in je levensstijl. Dat doe je allemaal specifiek op het domein het immuunsysteem. En chronische pijnklachten kunnen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Darmklachten kunnen als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dat kun je niet door alleen maar aandacht te hebben voor voeding en slaap. Dus ik ben het er helemaal mee eens dat voeding en slaap heel veel impact hebben op het immuunsysteem. Slaap heeft dat met prostaglandine via het microbioom, via interleukine 1-6. Voeding heeft dat in maaltijdfrequentie met TNF-alpha, met de PPIR, met wat je inhoudelijk eet aan suikers. Er zijn enorm veel relaties die van slaap en voeding naar het immuunsysteem gaan. Maar er zijn minstens net zoveel relaties die direct van het immuunsysteem naar voeding, slaap, ademhaling gaan. En
om als behandelaar of trainer impact te kunnen maken op de vitaliteit van je klanten, moet je hoe dan ook degelijke kennis van het immuunsysteem hebben. Oké, duidelijk. Nou ja, zoals de meeste mensen ook wel weten, staan we ook nu al 2 keer, 3 keer achter elkaar op de Fitfair. Ja, 2 keer. Priscilla is er ook geweest en die zegt, ik heb ontzettend genoten van jullie lezingen en workshops op de Fitfair dit jaar, net als vorig jaar. Wat mij het meest is bijgebleven, hoe je beter met stress om kunt gaan door de buikademhaling te gebruiken. Ik neem er elke dag minimaal 10 minuten de tijd voor in de ochtend en 10 minuten voordat ik ga slapen. Ik slaap nu al 3 nachten aan 1 stuk door. Super bedankt voor de tip. Mooi. Altijd mooi om te horen. Ja, heel gaaf. Nu is er nog wel een vraag erbij. Mijn moeder lijdt al een aantal jaren aan COPD en ik heb haar natuurlijk meteen over deze ademhaling verteld. Daar zij ook slaapproblemen ervaart. Nu is het voor haar erg moeilijk om 3 tot 4 tellen in te ademen en 6 tot 8 tellen uit te ademen door haar buik. Ze ademt van nature echt fout. De buik gaat in op het moment dat ze inademt en de buik gaat naar buiten als ze uitademt. Hebben jullie misschien nog tips om haar de juiste ademhaling te kunnen aanleren op haar niveau? Ja, zeker. Dat is een hele mooie. In podcast nummer 1 vertelt fysiotherapeut Simon Klaasinga ook over iemand die begeleidt met COPD. Die zelfs aan longwaardes, dus wat iemand kan blazen, echt vooruit gaat door het zesdomeinenmodel. Dus de 2 eerste dingen die me te binnen schieten die hierbij belangrijk zijn, is uiteraard ademhalingstechniek en tempo. Dat is eigenlijk een beetje 1 ding. Maar ook weer dat primaire versus secundaire uitscheidingsmechanisme. Dus iemand met COPD heeft een structurele longaandoening. Dan kun je niet zeggen van los ik even voor je op. Dat is ook over het algemeen niemands doel. Maar je kunt het enorm beïnvloeden als je realiseert dat dit structurele probleem ook een functioneel staartje heeft. Dus COPD is een structureel probleem en een functioneel staartje zijn eigenlijk alle 6 domeinen die je kunt beïnvloeden. En als je dan weer kijkt naar het primaire uitscheidingsmechanisme versus secundair, dan is de primaire uitscheidingsmechanismes zijn darmen, lever en nieren. En op het moment dat die aan hun tax raken, dat is met COPD, met een chronische aandoening is dat ook al sneller, dan gaan dus niet alleen je huid en je slijmvliezen meer moeten uitscheiden, maar ook je longen. En op die manier heeft bijvoorbeeld ook fysiotherapeut Simon Klaas, ik ga in Groningen City, bij iemand bedacht, hey, wacht even, wat als ik nou bij iemand met COPD ga intermittent vasten? Dus ga de maaltijdfrequentie omlaag halen, voor een week of 4 extreem veel gezonder eten volgens de voedingslijst die we ontwikkeld hebben. Priscilla, stuur gerust een mailtje voor die voedingslijst, die willen we je prima doorsturen. En die is dat gewoon helemaal gaan toepassen. En die persoon die ging aan conditie, aan ademvrijheid, aan gevoel, aan gewoon lekker in zijn vel zitten, energieniveau, enorm vooruit. En ging dus ook aan structurele longwaardes veel beter blazen. En dat kun je eigenlijk maar op weinig manieren verklaren. Maar in ieder geval dat COPD een structureel probleem is met een functioneel staartje. En dat een groot deel van het functionele staartje vaak kwaliteit van darmen, lever, nieren is. Als je dat systeem tegemoet komt, hoeven je longen minder te compenseren en kun je gewoon dat functionele stuk veel beter benutten. Daarbij is ademhalingstechniek heel belangrijk. Eigenlijk wat jij omschrijft bij je moeder is een paradoxale ademhaling. Dus inademen en dat je buik ingaat hoort niet. Want met inademen daalt je diafragma 3-4 centimeter. Waardoor je buik juist uit hoort te zetten. De makkelijkste manier om dit te oefenen is voor haar om lekker op de rug te gaan liggen. Benen ietsje op te trekken. Handen op de buik te leggen. Sommige mensen leggen bijvoorbeeld iets van een boek op hun buik. Ietsje, wel een beetje een groot boek. En je erop te focussen dat op het moment dat je inademt, dat je buik uitgaat. In dit geval zou je in het begin best gebruik mogen maken van expres je buik een beetje uit te zetten. Om een beetje dat gevoel te creëren. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk gaan. En handen op je buik kun je het goed mee voelen. Met een boek kan dat prima ook. En laat tempo nog even lekker achterwegen. Als die longinhoud niet optimaal is, levert alleen maar meer stress op om dat te gaan doen. En zul je nooit je doel bereiken. Dus focus eerst maar eens lekker op in- en uitademen. En dat paradoxaal, dus dat tegenstrijdige eruit gaat. En dat met inademen de handen gewoon ontspannen een beetje omhoog komen. En weer een beetje naar beneden. Focus je ook niet per se op hoeveel. Het gaat er niet om dat hoe hoger je handen komen, hoe beter. Maar zorg eerst dat dat goed gaat. Zorg dan dat iemand dat in zit ook lekker oefent. Dus veel momenten, of COPD'ers brengen veel momenten in de stoel door, over het algemeen. Dus leg die handen dan op de buik. Zorg dat ze het daar ook kan oefenen en kan voelen. En dan in stand ook. En dat zo te integreren naar het dagelijks leven. Dan gaat ze ongetwijfeld die combinatie, intermittent fasten met die voedingslijst,
En het ademhalingstechniek verbeteren, gaan ze ongetwijfeld heel veel progressie mee boeken. En dan kun je later altijd nog, als dat heel goed is en er moet nog meer verbetering komen, altijd nog ademhalingschemie trainen. Maar dat is voor volgend jaar of het jaar daarna een mooie vraag om te stellen, denk ik. Je praat veel over intermittent fasten. Nu ook weer. Je geeft het weer als een advies. Ja. Vind je het dan ook echt de enige manier om te eten? Want je hoort ook best wel goede resultaten met 5-6 keer per dag. Wat is jouw mening daarover? Ja. Je hoort mij inderdaad veel over intermittent fasten. Eerder zei ik uit beleefdheid nog wel eens van, nou, er zijn wel meerdere manieren om het goed te doen. Dat zei ik meer uit voorzichtigheid. Ik ben er namelijk echt van overtuigd dat intermittent fasten voor iedereen die met gezondheid bezig is, de enige manier is om het goed te doen. En dat zal ik uiteraard toelichten. Je kunt niet optimaal gezond zijn met een hoge maaltijdfrequentie. Het is gewoon onmogelijk. En als je kijkt naar de gigantische stijgende wetenschap vandaag de dag, maar ook gewoon heel plat en duidelijk naar de evolutie, dan schreeuwt het er aan alle kanten vanaf. Wetenschap laat zien, als je maaltijdfrequentie lager is, heb je minder TNF-alpha in je lijf. Je komt je PPIR tegemoet, ontstekingsgraad in je darmen. Je benut je derde energiemechanisme, dus je gaat ook af en toe een vetverbranding stimuleren. Dus je houdt flexibiliteit van energiemechanismen 1, 2 en 3. Interleukines zijn lager. Zelfs een optimalere autofagie, wat het hergebruik is van DNA-deeltjes. We kunnen dat niet op een andere manier dan door langere tijd nuchter te zijn. En zo zijn er nog, nou echt, vele effecten meer. Mensen gaan er over het algemeen veel beter door slapen, voelen zich veel energieker. Dus alles wijst op dat je een lage maaltijdfrequentie moet hanteren voor een goede gezondheid. Om gezond oud te worden, om je op dit moment energiek te voelen, om geen darmklachten te hebben, om geen chronische ziektes te krijgen. Alles. Als je het evolutionair ook bekijkt, is het eigenlijk bizar dat we 5, 6, 7 keer op een dag zijn gaan eten. Want helemaal vroeger, we hebben veel langer geleefd zonder koelkast, zonder dat we eten konden bewaren. Dus we zijn veel meer gewend aan 's ochtends niet eten. Eerst gaan bewegen om eten te gaan zoeken. Ook al is het verzamelen, ook al is het jagen. We hebben niet alleen maar bulten vlees gegeten, realiseer ik me heel goed. Maar we zijn wel 's ochtends altijd eerst ons eten gaan zoeken. En er was gewoon lang niet altijd eten. En als we eten hadden, dan aten we veel. En mensen zijn vandaag totaal panisch op 6, 7 keer per dag eten, omdat het iets met je verbranding kan doen. Terwijl onderzoek al jarenlang laat zien dat je metabolisme helemaal niet beïnvloed raakt. Of je nou 2 keer op een dag eet of 6 keer. Dus we hoeven die discussie helemaal niet meer te voeren. Dat is eigenlijk gewoon, daar zijn we gewoon klaar mee. Maar als je evolutionair kijkt, we hebben niet 6, 7 keer per dag gegeten. En in een evolutieklok leven we, in een 12 uur, leven we nog maar iets van 10, 11, 12 minuten van dat uur. In onze industriële, of seconden zelfs, in deze industriële revolutie. En hebben we altijd zonder geleefd. En nu doen we heel panisch op 6 keer per dag eten. Terwijl we dat nooit gedaan hebben. We hebben dat nooit gedaan. Ons lichaam reageert er ook niet goed op. Je ziet gewoon dat met hoe vaker we zijn gaan eten, hoe ongezonder we zijn gaan worden. Hoe lager mensen ook in hun energie zitten. Omdat we mensen niet meer leren hun energie uit hun lijf te halen. Wat je met intermittent fasten wel doet. Dus 100% iedereen die met zijn gezondheid bezig is, moet intermittent fasten. Maar ze moeten niet van mij intermittent fasten. Ik ben niet iemand die zegt, nu moet iedereen dit doen. Dat is alleen voor de groene ballen, dus de mensen die dat interessant vinden om te doen. Iedereen die op een degelijke manier in aanraking is gekomen met intermittent fasten, behoudt altijd een aantal van die gewoontes. Puur en alleen omdat ze zich er zo enorm goed bij voelen. Gaat het om topsport, vele specifiekere takken, snap ik wel dat je af en toe hogere maaltijdfrequentie moet hanteren. Dat is ook allemaal prima. Maar we hebben het in topsport ook niet meer over een optimale gezondheid. Dus optimaal presteren en optimale gezondheid zijn niet hetzelfde. Gaan ook eigenlijk niet samen. Maar dan nog zie je heel veel voorbeelden in een topsport waar atleten delen van intermittent fasten toevoegen. Omdat het ook voor topatleten heel goed is. En daar enorme prestaties mee winnen. Dus daar kunnen we in Nederland nog wel wat, moet je dat zeggen, wat clichés doorbreken. Je hebt heel veel verschillende manieren natuurlijk van intermittent fasten. En je hoort jou meestal het hebben over maaltijdfrequentie in plaats van intermittent fasten. Ja. Wat is een beetje wat jij aanhoudt? Ja, nou, dat is interessant dat je daar nog even dieper op doorvraagt. Dat heeft heel veel te maken met dat ik er niet van hou dat intermittent fasten heet. Zodra iets een naampje krijgt, is het een hype en dan vinden mensen het goed of slecht.
En ik praat het liefst over maaltijdfrequentie om wat neutraal terrein te houden. Dus ik zeg dan tegen mensen van, goh joh, weet je wel wat het effect is van maaltijdfrequentie? Terwijl als je het hebt tegen een klant over, weet je wel wat intermittent fasten voor je kan doen? Hebben ze het over gelezen of hebben ze er een mening over of vinden ze het goed of slecht? En als je het hebt over maaltijdfrequentie, heb je een veel neutraler terrein. Kun je ook veel meer bereiken in het coachen van je klanten. Dat is een goede tip voor behandelaars en trainers. Voor de gemiddelde persoon hou ik aan, daar begin ik altijd mee, creëer een duidelijk contrast van week 0 tot week 4. Dat is een tijd waarin mensen zelf prima iets wat strikts kunnen doen. En dan zeg ik, doe het dan even als een dieet, echt even strikt. En eet dan qua maaltijdfrequentie 4 dagen in de week 3 maaltijden, 3 dagen in de week 2 maaltijden. En hussel dat door elkaar. En hanteer, als je niet precies weet wat te eten, hanteer een paleo-like lifestyle. Of als je het echt goed wil doen, stuur ons een mailtje info@fysis.academy met de vraag, hey, ik heb dit geluisterd, zou je mij de voedingslijst willen sturen? Zijn wij de beroerdste niet om je die voedingslijst te sturen? En daar staan heel veel voedingsmiddelen op die je darmen heel graag zien. Dus dan ga je 4 weken lang met voeding inhoudelijk en deze maaltijdfrequentie je hieraan houden. En ja, heel simpel, je weet echt niet wat je overkomt. Je kunt al eens intermittent vast geprobeerd hebben, al wel gezond eten of nog helemaal niet. Al die mensen hebben we allemaal veelvuldig gezien. Die weten echt totaal niet wat ze overkomt aan effect. Dus laat je daar maar eens in verrassen wat dat doet. Zelf merk ik dat ik in die periode dat ik veel scherper was, dat ik niet ontbeet. En ben ik meer gaan eten tussen 12 en 7. Dus meer in een timecap. 12 tot 7 vind ik fijn, geeft me wat flexibiliteit. Soms wijk ik daarvan af, maar voor 80% hou ik mij daar prima aan. Oké, mooie overgang naar de volgende vraag, denk ik. Heeft brandend maagzuur ook te maken met de 6 domeinen? En zo ja, hoe? Zo, ja, dat is een hele goeie. Brandend maagzuur heeft enorm veel te maken met de 6 domeinen. Dat wil zeggen dat een behandelaar of trainer die het 6 domeinen model kent, brandend maagzuur altijd als sneeuw voor de zon laat verdwijnen. En maakt niet uit of iemand veel medicatie neemt of af en toe een rennie of niet. De 6 domeinen zitten zoveel inzichten in die maagfunctie optimaliseren, zonder dat je eigenlijk specifiek maagfunctie optimaliseert. Dus ik hou niet, of ik ben geen groot voorstander van om meteen met suppletie te beginnen en om de kleine dingetjes te doen. Maar intermittent fasten heeft enorm veel impact op brandend maagzuur. Mensen gaan binnen 3-4 weken vaak al hun medicatie afbouwen zonder dat ze last hebben. In overleg met een arts, alsjeblieft. Dus intermittent fasten is daar heel belangrijk in. Domein ademhaling is hier echt ook wel heel belangrijk in. Ademhalingstechniek, functie van het diafragma. Die maag ligt daar meteen onder. De bovenste maagklep is niet echt een maagklep, is eerder een beetje een, of is niet echt een sphincter, is een soort van klep. Die ook heel erg bepaald wordt door de functie van het diafragma. Dus veel spanning op het diafragma kan ook weer daar storing geven. Terwijl de andere klep naar de dunne darm toe wel echt een sphincter is. En ook orthosympathisch, dus stressmatig, heel veel invloed heeft. Daarnaast heeft slaap er ook heel veel invloed op om ontsteking te remmen en herstel te kunnen bevorderen. Dus heel, heel makkelijk, volmondig ja. Maagzuur hoeft echt niet te zijn als je 6 domeinen ook maar voor 70-80% op de rit zijn. Punt. Okay, we hebben het al veel over het domein voeding gehad en over ademhaling. Ja. Dit is eentje over slaap eigenlijk. De vraag is, ik heb 2 specifieke vragen in verband met slaap en shiftwerkers. De eerste, helpt het effectief om je gezicht 30 seconden in koud water onder te dompelen om sneller in te slapen? En de theorie hierachter zou zijn dat je hartslag verlaagt en de bloedvaten doet contraheren. Hierdoor is er minder bloedtoevoer naar de ledematen en meer naar de hersenen en je hart. Is het correct of niet correct? Is eigenlijk de vraag. Ja. Nou, mijn antwoord daarop is, dat zou best kunnen, maar ik geloof er geen bal van dat het je beter helpt slapen. Even plat gezegd. Daarmee bedoel ik, het kan allemaal prima dat je daar facilitatie van krijgt en dat dat iets richting slaapkwaliteit zou doen. Maar eigenlijk is het heel tegenstrijdig om het 's nachts te doen. Er zijn heel veel mensen die juist met koude heel slecht slapen. En als het gaat om slaap, gaat het juist om knus, ontspanning, parasympathisch, buikademhaling. Terwijl hoe dan ook, als je in thermoregulatie gaat kijken, dus je hoofd in koud water onderdompelt, krijg je juist orthosympathisch, een hoge ademhaling, heel veel extra alertheid. En allemaal dingen die je juist niet wil dat die te maken hebben met slapen.
Dus in het circadiaan ritme gezien is het gewoon ja, niet logisch om dit te doen. Je kan het prima proberen en als het je helpt, dan helpt het. Hè. Er zijn allemaal tips die je kan hanteren en als het voor je werkt, dan moet je het doen. Maar ademhaling, vitamine D, een goed overtuigend dagritme, zodat je ook goed kan slapen. Dat soort zaken zijn vele malen effectiever en vele malen meer in lijn met hoe je fysisch zou moeten zijn. Dus hoe je circadiaan ritme loopt in wat je natuurlijk nodig zou hebben om goed te kunnen slapen. En dat moeten we in eerste instantie in de westerse wereld weer herstellen. En je kan mij niet vertellen dat mensen vroeger van oudsher al hun kop in koud water duwden om te gaan slapen. Daar geloof ik niks van. Wil niet zeggen dat het niet kan helpen, maar ik hou heel erg van lichaams eigen dingen die bevorderen. En daarin is een goed vitamine D gehalte, een buikademhaling en een duidelijk circadiaan ritme, wat je op tal andere manieren kan aanvliegen, zijn in ieder geval vele malen dominanter in mijn ogen. De volgende vraag gaat dan echt over shiften. Wat is jouw aanbeveling in zaken het werken in wisselende shiften? Maximaal 3 nachtdiensten na elkaar of integendeel meerdere nachtdiensten waardoor men wendt aan het ritme, maar met grote impact op de gezondheid. Zoals bijvoorbeeld de insulinegevoeligheid. Ja. Ja, ploegendiensten kun je nooit helemaal goed doen. Maar we hebben ploegendiensten wel op heel veel vlakken nodig. Ja, dus kijk naar verpleegkundigen, die redden 's nachts misschien nog wel meer levens dan overdag. Dus je kunt niet zeggen van laten we met z'n allen maar geen ploegendiensten doen, want het is ongezond. Het is nou eenmaal wat onze maatschappij ook nodig heeft. Ja, en de vraag is reëel. Maar het blijft hoe dan ook ongezond. Even heel makkelijk uitgelegd. Het circadiaan ritme vaart heel goed bij ongeveer 16 uur wakker en 8 uur slaap. Dat loopt heel nauw samen met ons microbioom, met onze darmen dus. Elk cel in ons lichaam heeft een circadiaan ritme. Dus dat heeft daar allemaal veel mee te maken met spierfunctie, met ontstekingsgehalte, met insulinegevoeligheid, met pijnmediatoren. Bijvoorbeeld als mensen afwijken van hun slaapritme. Gaan ze vaak spontaan prostaglandine produceren, wat een ontstekingsmediator is en waar mensen vaak spontaan pijnklachten van krijgen. Paar dingetjes eigenlijk zijn dit die er al doen, die al doen vermoeden dat je niet kunt afwijken van je circadiaan ritme. En dat doen we met ploegendiensten toch. Op het moment dat we het dan toch doen, moet je dus afvragen hoe kun je het compenseren. Dus wat dat betreft vind ik dit een hele goede vraag. Hoe kun je dit het beste compenseren? Onderzoek laat daarin eigenlijk ook wel zien dat je het beste een paar keer achter elkaar uit je circadiaan ritme kan en dan een langere tijd niet, want dan kan je lichaam daar echt weer van herstellen, dan bijvoorbeeld 1 keer in de week een ploegdienst. Dus stel je zou ervoor kunnen kiezen om 3-4 shifts achter elkaar te werken en dan de rest van de maand niet, hè, dus een gewoon regelmatig ritme, stel dat zou kunnen in je werk, dan is dat in mijn beleving het beste. Dus dan heb je 4 dagen eigenlijk acute stress om daar vervolgens goed van te kunnen herstellen. Terwijl op het moment dat je 1-2 keer per week dat continu hebt, heb je elke keer die stressor, elke keer weer het afwijken van het circadiaan ritme. Dus heel groot onderzoek gedaan onder verpleegkundigen. Dan voornamelijk met risico op borstkanker laat ook zien dat als mensen, hoe langer mensen die shifts doen, hoe ongezonder ze worden. Maar op het moment dat ze eenmaal kunnen stoppen, het lichaam wel herstellend vermogen heeft. En dan zou ik, als het lukt dus, het zoveel mogelijk bundelen om zo lang mogelijke tijd te kunnen herstellen. En als je kans ziet om binnen je werk toch reguliere diensten te krijgen, regelmatige diensten te krijgen, om die kans altijd te pakken. Even kijken, de volgende vraag is ook van een cursist. Een lastige, wat zou jij doen met iemand met polyneuropathie? Zo, ja. Iemand met polyneuropathie. Veel mensen met polyneuropathie hebben het eigenlijk een beetje voor zichzelf verknald. Dat zijn meestal toch de sterke alcoholgebruikers die polyneuropathie krijgen. Maar waar het natuurlijk ook mee kan samenhangen met, voor zover ik weet, diabetes en dat soort zaken. Dan heb je er, als je type 1 hebt, heb je daar wat minder aan te doen. Heb je al neuropathie, polyneuropathie, dan is dat een structureel probleem. En kun je niks anders meer dan kijken van, oké, dat is een structureel probleem. Beter worden kan het niet. Maar ook bij dit structurele probleem, hoe groot is het functionele staartje? Dat blijft altijd de belangrijkste vraag bij een structureel probleem. En dat functionele staartje bestaat fysiek gezien wederom weer uit die 6 domeinen. Dus stel iemand heeft klachten aan polyneuropathie, pijnklachten, tintelingen, doofgevoel, wat dan ook. Niks garandeert je
dat al die klachten alleen maar komen door dat structurele probleem, in dit geval polyneuropathie. Niks garandeert dat je dat. En pas als je hebt gekeken of er functionele dingen aanwezig zijn die het kunnen verbeteren. Dus stel iemand slaapt heel slecht. Stel iemand heeft chronische pijnklachten. Het immuunsysteem is niet optimaal. Dan is het heel verstandig om te kijken van, hey, als we die nou eens optimaliseren voor 2-3 maanden, krijgt iemand dan minder klachten. En dan is dat niet dat je die polyneuropathie beter maakt, maar dat je dus dat functionele staatje beïnvloedt. Eén ding wat bijvoorbeeld heel mooi in de jaaropleiding aan bod komt, is de rol van het immuunsysteem op ionkanalen. Ionkanalen zitten in vrije zenuwuiteinden, dus in de periferie. Voor polyneuropathie extra interessant dus. Ionkanalen gaan open of dicht op bepaalde signalen, op bepaalde eiwitten eigenlijk. En bij polyneuropathie werkt dat ook nog steeds, los van dat er beschadiging is opgetreden. Maar op het moment dat het immuunsysteem verre van optimaal werkt bij iemand met polyneuropathie en je optimaliseert dat immuunsysteem, zou ik nu voor het gemak eerst maar even beginnen met intermittent fast, omdat dat het grootste effect heeft. Kun je later nog wel specifieker tijdens de jaaropleiding leren hoe je dat met chronische pijn extra kunt beïnvloeden. Het zou zomaar kunnen zijn dat die ionkanalen veel optimaler gaan functioneren, waardoor je minder pijn ervaart, minder tintelingen ervaart, minder polyneuropathieklachten ervaart. Maar dat weet je dus pas op het moment dat je dat geprobeerd hebt. Dus iemand moet dat voor 2-3 maanden gewoon echt structureel proberen. Met ademhaling geldt het hetzelfde. Ademhaling heeft heel veel invloed op insulinegevoeligheid, wat nu met polyneuropathie niet zoveel te doen heeft, maar met diabetes wel natuurlijk. Maar ook op interleukines, dus de cytokines eigenlijk die voor het immuunsysteem ook in ons lichaam circuleren. Daar kun je met ademhaling weer heel veel invloed op hebben. Als die nou veel minder in je lichaam zijn, waarom zou je daar dan niet minder last krijgen van polyneuropathie, als dat voor die persoon speelt? Dus zo moet je continu kijken, die visus vragenlijst laten invullen bij iemand en kijken van hoe groot is potentieel het functionele staatje. Wat zijn de twee meest dominante domeinen? Dat zou ik doen. En pak eerst die twee domeinen eens goed aan, om dan eens te kijken hoeveel verbeteringen je daarmee krijgt. Je hebt het nu ook over de jaaropleiding. En een van de vragen die ingezonden is, is de opleiding ook online te volgen? Nee. We delen veel content online. Dus er is veel van ons te vinden online. Op ons YouTube-kanaal, op Instagram, op Facebook. Op onze website delen we heel veel. Niet genoeg om het hele praatje aan elkaar te kunnen leiden. Dat blijkt wel als mensen denken dat ze het allemaal al wel weten. Dan hebben ze de cursus gedaan en denken ze, what the fuck is dit? Kun je hem online volgen? Nee, dat is een hele bewuste keuze. Omdat we daarin niet dezelfde kwaliteit kunnen leveren. Dus ik kan wel vertellen wat ik weet. Maar interactie, als cursisten vragen stellen, inspelen op die vragen, daar dieper op ingaan, dat kun je niet online. Dat zou je kunnen met een chatfunctie, maar ik wil absoluut niet degene zijn die als een noob de hele dag maar alleen maar chat zit te beantwoorden. Dat is niet mijn passie, daar word ik niet vrolijk van. Dus om die reden nee, om nog een reden nee. Cursisten die elkaar ontmoeten tijdens de cursus zijn echt wel een beetje dezelfde soort mensen. En die vinden ook tijdens cursussen hele mooie samenwerkingen. Zo is bijvoorbeeld de Studio Limits van Champal een hele mooie samenwerking aangegaan met specialist Mirjam op het gebied van bekkenbodem en koorklachten en zwangere vrouwen. Die hebben elkaar een hele mooie samenwerking gevonden. Die zijn elkaar tegengekomen tijdens de cursus. En zo zie je veel meer samenwerken met mensen die in de regio zitten die zeggen, hey, vind jij dat interessant van de zes domeinen? Ik eigenlijk niet. Ga ik naar jou doorsturen. Of jij traint en ik ben therapeut. Laten we eens wat gaan samenwerken. En alleen al daarom, om die mensen daar samen te brengen en te kijken wat dat doet, is ook een goed argument waarom we geen online modules aanbieden. Waar wil je met Fysi Academy naartoe in de toekomst? Oh, waar willen we naartoe? Waar willen we naartoe met Fysi Academy in de toekomst? Dat is een makkie. De roadmap is net gemaakt. Dat is hetzelfde in dezelfde richting als waar ik enorm trots op ben in 2019. En dat is dus meer het ontwikkelen op businessgebied. Dus de zes domeinen cursus staat heel degelijk. De jaaropleiding staat als een huis boven water, als beste opleiding in Nederland in dit gebied. Daar ben ik van overtuigd. Als je dat niet gelooft, stuur me maar bewijs dat het niet zo is. Want het is gewoon echt waar. Dus die zijn als een huis boven water. En die wil ik vanaf 2021 wil ik ook de jaaropleiding gewoon continu uitverkocht hebben. Zes domeinen is dat al. De jaaropleiding is nieuw. Dus dat is zeker de eerste focus om dat te doen. En dan verder in de toekomst willen wij nog meer op
inspiratie, passie, beleving en expertise gaan zitten. Dat zijn onze vier termen die ons groot maken. En daarbij willen wij dus behandelaars en trainers meer helpen, ook op businessvlak. Dus daar de expertise en inspiratie te laten groeien. Zodat ze hun droompraktijk kunnen oprichten. Dat ze daarvoor kunnen vragen wat ze willen vragen. Dat ze het aantal uren kunnen werken wat ze willen werken. Dat ze dus over het algemeen vaak meer vrijheid overhouden. Dat is nu al wat er aan het gebeuren is. En dat zijn ze heel erg blij mee. En dat vind ik heel gaaf. Dus we gaan meer ontwikkelen richting behandelaars en trainers helpen slagen op businessgebied. Daar hoef je niet de echte ondernemer voor te zijn. Op het moment dat je denkt, ja, ik wil daar toch in groeien, moet je toch wat weten van ondernemen. En ik heb een enorm goede coach die dat ook heel gaaf vindt om te doen. Dus met z'n tweeën kunnen we dat enorm goed. En daarnaast willen we nog veel meer op content zitten. Dus we gaan het nieuwe jaar veel investeren in content. We gaan nog veel vaker onze cameraman Bart meenemen van Be Awake Media. En we gaan de eerste Physis Academy documentaire / Physis Academy serie, ik weet niet zo goed hoe we het gaan noemen, die gaan we nemen. Dus we gaan bij cursisten die dit in de praktijk toepassen langs met een cameraman. Daar gaan we behaalde resultaten bespreken. We gaan die mensen er ook naartoe halen. Dat we die mensen zelf ook interviewen van wat is je nou gebeurd, heb je dat nou ervaren. Dus mensen nog meer inspireren met hoogwaardige content. Kijk maar naar bijvoorbeeld de aftermovie van de Fitver. Een beetje in die stijl willen we dat meer doen. En dus ja, nog meer mensen kunnen raken en inspireren met onze visie. En dat doe je vandaag de dag, vind ik, bij uitstek toch via social media. En dat is de richting waarin we willen groeien. Dus inhoudelijk staat het als een huis. Het is een kwestie van tijd voordat de jaaropleiding uitverkocht raakt. En wat willen we dan extra doen, waar we enorm vrolijk van worden, waar jij natuurlijk ook enorm vrolijk van wordt, is nog meer waarde creëren voor cursisten op het gebied van social media, op het gebied van ondernemen, op het gebied van coachen. Om de cursisten ook echt te laten groeien naar waar ze naartoe willen groeien. En ze ook echt die waarde leveren. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook het online portaal. Daar wordt al veel gebruik gemaakt van de chatfunctie, waar mensen vragen van, hey, ik zit hiermee, wat wil jij? Ik ben bezig met mijn site, weet jij goede teksten? Hè? Mag dat van iemand lenen of niet? Kunnen we niet elkaars content gebruiken? Dat zijn allemaal, vind ik, hele gave extra dingen om nog meer waarde toe te voegen die eigenlijk niet gevraagd wordt. Het is al een hele waardevolle cursus. En dat is een mooie omschrijving, denk ik. Een van mijn doelen voor 2025 is dat wij bekend staan niet als een high-end cursus, maar een cursus die gewoon normaal met boerenverstand zeg maar het bedrag bepaald is, wat gewoon een goed bedrag is, wat iedereen wel kan volgen, die je er binnen een maand of twee al uit hebt, omdat het zo waardevol is en je zo geholpen wordt, dat je niet anders kan dan groeien. Ik wil eerder bekend staan als zo'n opleiding dan zo'n verschrikkelijke high-end opleiding, waar je duizenden euro's betaalt voor een paar dagen en waarvan je achteraf denkt, god, dit is toch niet wat ik had verwacht. En dat zie je steeds meer, dat is ook prima, dat is ook voor mensen oké. Ik geloof alleen niet in high-end. Ik geloof in de kleine dingen goed doen, een goede prijs hebben dat iedereen mee kan doen. En natuurlijk mogen we gezond geld verdienen, daar klagen we helemaal niet over. Maar als mens goed blijven, en ik vind niet dat je als mens heel goed kan blijven door extreem high-end te gaan. Heel mooi. We hadden het ook eventjes net over de social media en de content. En de volgende vraag is, ik volg je op je persoonlijke Instagram. En daar komen ook hele andere dingen voorbij die echt heel leerzaam zijn. Heb je los van Physis Academy dan ook nog andere plannen? Ja, Timo is ook nog een mens zelf, hè? ik deel op mijn persoonlijke Instagram gewoon Timo Hans. Timo.Hans7 misschien zelfs, als je hem echt moet zoeken. Deel ik meer persoonlijke dingen. Dus ik hou heel erg van persoonlijke ontwikkeling. Niet dat cliché persoonlijk leiderschap en bla, maar gewoon echt doen. Wat kom je tegen? Hoe overwin je dat? En hoe groei je? Hoe creëer je meer vrijheid? Dat is misschien toch wel een beetje cliché, want daar gaat het vandaag de dag veel over. Maar ik vind dat heel interessant en ik ben er heel erg in gegroeid en ik heb daar gewoon heel veel baat bij. Dus we hebben afgelopen jaar in ons jaar dat we helemaal zelfstandig gingen, eigenlijk 3 maanden vakantie gehad en toch meer dan ooit gegroeid. En daar ben ik gewoon heel trots op en heel blij mee. En ik merk dat als ik dat deel, dat heel veel mensen daar wel mee resoneren. Dat ze denken, hey, ik vond die tip handig of dit is me bijgebleven of ik wil dat gewoon blijven doen. Dus dit wil ik, ik wil dat graag delen met mensen. Dat vind ik gewoon leuk. Als me iets te binnen schiet, dan deel ik dat op Instagram TV of in een story. Dan laat ik dat zien. Waar wil ik als persoon heen? Ik ben top 3 professional spreker in Nederland als het gaat om vitaliteit. En het wordt voor 2025 hoog tijd dat heel Nederland het ook met me eens is. Want dat weten ze nog niet. En dat komt omdat de focus eerst op Physis Academy lag.
Licht nog steeds, maar als we in 2020 wat gewend zijn aan de komst van de kleine en dat wat stabiel lijkt allemaal, ga ik mij weer meer focussen op professioneel spreken. Er ligt een heel gaaf plan om mij meteen te lanceren als de spreker die ik ben. En achter de schermen mag ik al bij hele gave bedrijven hele mooie lezingen geven. Aankomend jaar bij de VPRO bijvoorbeeld, gaan op tafel bij KLM. We hebben al bij hele gave bedrijven mogen spreken. VVAA bijvoorbeeld, een heel mooi groot bedrijf. En daar wil ik mij als persoon nog veel meer in ontwikkelen. Want ik vind het enorm gaaf hoe je in een half uur of een uur mensen enorm kan raken en daar ook echt gedrag in kan veranderen. En ik ben al enorm goed in vitaliteit. Dus ik ga nog meer laten zien wat ik daar waard ben. En dat wat ik op mijn persoonlijke Instagram deel, dat doe ik voor de bij. Daar heb ik geen winstoogmerk. Daar wil ik geen winst op maken, bedoel ik te zeggen. Dat vind ik gewoon gaaf om dat te delen, omdat ik daar zelf tegen dingen waar ik tegen aanloop en daarvan heb geleerd, andere mensen mee kan helpen, vind ik gewoon tof. Dus dat is mijn plan. En dan moet ik even aan toevoegen dat ik altijd op nummer 1 heb staan voor het nieuwe jaar. Om eerst een beste papa echtgenoot te zijn en dan Physics Academy aan het spreken. Dus er zit wel een volgorde in. Dat is goed voor mij om te horen. Ja, dat is goed voor jou om te horen. Maar met al die extra content die je deelt, Physics Academy, maar nu ook persoonlijk, krijg je dan ook negatieve reacties op je social media? En de vraag hier is dan, hoe ga je om met deze reacties? Ja, nou, negatieve reacties krijg je altijd. Want in Nederland houden we niet van mensen, of de Nederlanders houden, wacht even, moet ik goed zeggen, de typische Nederlander houdt niet van mensen die hun kop boven het maïsveld uitsteken. Dat is een beetje, er is niet voor niks een term voor bedacht. Nou, en ik ben nou eenmaal iemand die dat wel doet. En dat doe ik niet bewust, maar ik ben gewoon helemaal mezelf. En daarmee steek ik automatisch mijn kop boven het maïsveld uit. En dan krijg je ook negatieve reacties. Mensen die vinden dat wat je doet, dat het niet goed is. Of dat het wat te gek is. Dat je je niet op social media moet bevinden. Dat het niet bij je past. Wat dan ook. Dit jaar ben ik er het best. Of laat ik het zo zeggen, vroeger raakte me dat heel veel. Dus vooral in mijn eerste 2 jaren dacht ik, shit, dit is een aanval op Physics Academy. En wat als mensen dit lezen? En misschien vinden die mensen dat dan wel ook. En dan krijg ik geen cursisten en dan kunnen we niet groeien. En nou, niks blijkt minder waar. De meeste posts waar het meest negatief op gereageerd is, hebben ook de meeste mensen weer positieve reacties op. Van, hey, ik vind het eigenlijk wel heel interessant. En posts met heel veel comments, die krijgen toch het meeste bereik. Dus weet je, dat heeft ons ook al doen groeien. En dit jaar is het eerste jaar waar ik, denk ik, toch het beste ben in het naast me neerleggen. En dat komt voornamelijk, de beste tip die je kan geven om het je niks te laten doen, is als je heel goed weet waarom je doet wat je doet, en je voelt dat ook echt, hè, dus dat je weet van, nou, ik doe het om de wereld een beetje mooier te maken, of ik doe het om mensen te inspireren. Als je dat ook voor jezelf echt duidelijk hebt, dan maakt het eigenlijk geen knars meer uit wat andere mensen zeggen. Hè, dus dat zet je zo in je kracht, dat je zo duidelijk weet, dit is mijn koers, daar wil ik naartoe. En mijn naaste omgeving vindt dat ook. Hè? Dus je vrienden, familie waar je waarde aan hecht. Dan maakt het niet uit wat die andere mensen zeggen. En dan kan je het gewoon echt van je af laten glijden. En als je het leest, denk je alleen maar, oh, grappig dat die persoon dat vindt. Dat is echt prima. En dat heeft mij de laatste jaar enorm geholpen. En een dingetje volgens mij van Gary Vee, maar wat je overal voorbij ziet komen. De meeste mensen die negatief reageren zijn of jaloers. Dus die willen ook een stukje van wat jij wil. Of die staan zelf totaal niet in de arena. Dat vind ik toch altijd nog wel een gave van de film Gladiator. Als jij in de arena dat daadwerkelijk staat te doen, bij de Gladiators dat een gevecht, in dit geval ben ik aan het ondernemen en mensen aan het inspireren. Mensen die op de tribune zitten, die kunnen makkelijk oordelen van, ja, dit zou zo moeten, dit zou zo moeten. Dat is helemaal prima, ik nodig je uit, kom er ook maar staan dan als je het zo goed weet. En laat dan maar zien dat je die Gladiator kan zijn, of dat je die inspirator kan zijn. Als je het zoveel beter wil, doe het dan lekker zelf. En dat hoef je mensen alleen maar te zeggen. En dan beginnen ze al terug te krabbelen. Ja, nee, maar, oh nee, dat. En als je dat 2, 3 keer gezien hebt bij mensen, dan denk je, oh ja, jullie hebben gewoon echt geen idee waar je het over hebt. Of je bent jaloers, of je weet het niet, of je wil gewoon graag de pessimist zijn. In alle 3 gevallen kun je ervoor kiezen om je er niks van aan te trekken, omdat jij je koers vaart. En dat is voor mij de meest efficiënte manier om er mee om te gaan. Dat zeg je heel mooi. Goed, dank je. Welke boodschap heb je voor behandelaars en trainers die Physics Academy al een tijdje volgen? Physics Academy al volgen?
Nou, allereerst hoop ik vooral dat als je ons al een tijd volgt, en of je dan een cursus volgt of niet, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Allereerst hoop ik dat je het op onze platformen heel erg naar je zin hebt. Want dat is echt de reden waarom we het doen. Mijn grootste passie is het delen van kennis. En op het moment dat je geïnspireerd raakt, extra kennis krijgt, wat meer passie krijgt in je werk, je meer de expert voelt die je wilt zijn. Als je dat van onze content krijgt, dan is mijn doel behaald. En zou ik het ook heel leuk vinden als je dat voelt, dat je dat ook terugkoppelt. We krijgen steeds meer berichten dat mensen dat ook echt fysiek laten weten. Maar het is heel fijn om dat te weten, want je weet nooit zeker of je het goed doet totdat je feedback krijgt. Ik heb al een koers ingezet en ik vaar hem overtuigd omdat ik vind dat ik het goede doe. Maar het is heel fijn om feedback te krijgen. Dus op het moment dat je denkt, potverdorie, ja, die man die heeft me al best wel van veel nuttige kennis voorzien of geïnspireerd. Ik vind dat superleuk om terug te horen. En daarnaast wil ik elke behandelaar of trainer op het hart drukken om te doen. Dus ook cursisten. Er zijn heel veel cursisten die bijvoorbeeld al heel goed weten wat de kracht is van een goede buikademhaling op de kwaliteit van slaap. Dat zelf niet eens toepassen en daardoor dus ook niet bij hun klanten toepassen. En dan komen ze ons in de cursus en dan gaan ze een beetje achterover zitten als het over ademhaling gaat van dit weet ik al. Dan gaan ze het toch maar weer eens proberen in die avond, omdat een beetje uit beleefdheid ik heb gezegd dat iedereen het moet doen. En dan merken ze zelf toch dat ze dieper slapen en dan merken ze toch dat ze het in de praktijk weer bij die klanten gaan adviseren en dat die mensen er dus baat bij hebben. En de belangrijkste boodschap die ik heb, ook al vind je sommige dingen niet zo sexy op de zes domeinen, dus een simpele buikademhaling voor het slapen gaan, is niet oprecht heel sexy. Maar het helpt enorm. Dus op het moment dat je die kennis hebt, leef het alsjeblieft zelf, omdat het werkt. Dan ben je jezelf verplicht, in ieder geval in een bepaald percentage. En ga dan dus ook bij je klanten adviseren. Ja, dus ik vind dat op het moment dat je kennis hebt van de zes domeinen, ook al heb je alleen thuiscollege 2 gekeken over intermittent fasten, of alleen thuiscollege 5 over detox van de lever, of je hebt wat white papers gelezen over het intrekken van de navel. Op het moment dat je het weet, ben je verplicht er iets mee te doen. Dat is de belangrijkste boodschap die ik heb. Dat wil niet zeggen dat jij degene bent die alles moet doen. Zo zijn er fysiotherapeuten die zeggen, ik vind voeding wat ver van mijn bedshow. Maar als je dan tijdens een intake iemand hoort met darmklachten en je weet wat intermittent fasten doet en je weet wat slaap doet, zorg dan dat je iemand dat in ieder geval vertelt. Of dat je iemand doorverwijst naar iemand die dat wel weet. En ik vind dat je dat echt verplicht bent. Want ik zie heel veel mensen met heel veel klachten. Reuma, darmklachten, energieklachten, overgewicht, noem het maar op, duizeligheid, migraine, allerlei klachten. En dat behandelaars en trainers dan achteraf zeggen, ja, eigenlijk wist ik wel wat ik moest doen. Ik zei, ja, dan hoef jij niet degene te zijn die dat advies geeft als je jezelf niet zeker genoeg voelt. Helemaal niet. Maar op het moment dat je niet zeker genoeg voelt, maar je weet wat het voor anderen heeft gedaan, dan moet je doorverwijzen of in ieder geval vertellen, luister, je moet je eens gaan verdiepen in intermittent fasten, want ik hoorde dat het heel goed is. Dan heb je het in ieder geval gezegd, dan hebben mensen in ieder geval het signaal gekregen. En zo kunnen we mensen veel sneller helpen. En op het moment dat je jezelf nog niet kundig genoeg voelt, je bent altijd welkom om een cursus te volgen. 6 domeinen, de jaaropleiding, het zit allemaal fucking goed in elkaar. dus weet je, dat is allemaal prima. Maar vraag je vooral ook heel goed af of jij de persoon bent die onze opleidingen moet volgen. En wij delen niet voor niks heel veel content op YouTube, op onze site, op Facebook, op Instagram. Als je dat heel vet vindt, dan zijn onze cursussen wat voor jou. En of dat dan in 2020 is of in 2030, maakt me niet uit. Op het moment dat je denkt, ja, ik vind het allemaal net een beetje niet, kom dan alsjeblieft ook gewoon niet opdagen bij onze cursus. Alleen omdat je erbij wil horen, maar zo te zeggen. Maar kies heel bewust voor ons aanbod. Niet voor niks delen wij zoveel kennis, zodat je precies weet of dit voor jou is of niet. En daarom hebben we ook in de pauze altijd zulke leuke gesprekken met cursisten. Want het zijn nou eenmaal een bepaald type mensen. Vinden we die samenwerkingen? Willen mensen graag wat ondernemender zijn? We hebben nu bijvoorbeeld een vrouw van 6,57 die voor de 60ste gestopt wil zijn met fysiotherapie en op het 6e domeinen terecht iets wil doen. Ja, dat dat op die leeftijd nog kan, mega vet. Daar word ik vrolijk van. En niet van de mensen die alleen maar negatief kritische vragen stellen tijdens de cursus. Daar zitten we helemaal niet op te wachten. Dus blijf dan lekker thuis. De belangrijkste boodschap dus, als je de kennis hebt, informeer je mensen. Je bent verplicht die kennis te delen, want heel veel mensen zitten te wachten op een oplossing. Wil je dan verder nog iets kwijt aan de luisteraar? Wil ik verder nog iets kwijt? Ik vind het eigenlijk wel een hele complete podcast. Eindejaarsinterview, het duurt bijna een uur.
Ik wil vooral dat mensen veel meer gaan doen wat ze echt willen doen. Dus ik zie heel veel fysiotherapeuten die nog heel erg zoekende zijn naar wil ik wel de zorgverzekering, wil ik niet, wil ik er misschien toch een bepaald product naast. Ik zie heel veel personal training die zeggen ik wil veel meer waarde bieden dan training en voeding. Ik zie heel veel coaches die zeggen joh, ik wil eigenlijk ook wat doen. Ga het gewoon doen. Je hoeft niet eerst onze cursus te volgen om er wat mee te doen. Je kunt van de thuiscolleges al best wel wat dingen weten van ademhaling, van slaap, van energieniveau, van intermittent fasten. Ga gewoon starten. Ja, heel veel mensen, er komt best wel wat vuurwerk tussendoor, dat zul je wel horen. Heel veel mensen gaan eerst heel veel dingen uitdenken, maar komen niet tot doen omdat ze niet zeker genoeg zijn van hunzelf. Maar op het moment dat je gewoon besluit te gaan doen, mooie quote, het dapperste wat je ooit kan doen is soms gewoon, of nou, ik zeg het niet helemaal goed, maar het beste wat je kan doen is soms 20 seconden extreem dapper zijn. Op het moment dat je twijfelt, vraag 3 mensen die je al goed kent, patiënten, familie, vrienden, om gewoon eens wat op te experimenteren aan adviezen. Laat die mensen dat gaan doen als ze hoofdpijn hebben, darmklachten, wat dan ook. Ga je advies geven en begin met doen. Zie dat het werkt. Krijg daar zelfvertrouwen van en zeg dan bij de volgende klant, hey, ik denk dat ik jou wel kan helpen. En dan bij de volgende klant ook. En dan bij de volgende klant ook. Doe dat lekker klein, achter de schermen, desnoods help ze eerst gratis. Zorg dat je doet, zorg dat je ervaring opdoet. En zorg dat je daarvan effect merkt. En dat je dan het zelfvertrouwen krijgt om het traject te gaan starten. Dan heb je namelijk ook meteen de testimonials. Je hebt meteen al mensen met mond-op-mond reclame. In plaats van dat je eerst een heel traject uitdenkt en denkt, dit moet nog beter, dat moet nog beter, dat moet nog beter. En dan wil je gaan beginnen en dan heb je nog niks. Je hebt geen testimonials, je hebt geen mond-op-mond reclame, je hebt nog geen zelfvertrouwen. Dus begin met doen. Tijdens de eerste businessdag sprak ik ook over 3 dingen. Zorg dat je doet. Zorg dat je focus hebt. Dus dat je 1 ding heel goed doet in plaats van 4 dingen half. En zorg dat je lef toont. Dus vraag die persoon of je hem mag helpen. Stel je kwetsbaar op dat je zegt, ik heb het nog nooit eerder gedaan. Vinden mensen geen enkel probleem. Toon lef in. Stop met die baan. Ga minder uren werken om meer uren te stoppen in je passie. Toon lef in. Ik vind mediteren misschien een beetje zweverig. Maar kan altijd voor me betekenen. Ga het gewoon proberen. Weet je? Toon lef. Doe. Heb een goede focus. En het kan niet anders als je op die 3 dingen focust. Dat je dan enorm groeit in 2020. En of dat dan bij onze cursus is, of dat je het gewoon interessant vindt om dit te volgen, dat interesseert me geen klap. Het is mijn hoofddoel om mensen te inspireren op het gebied van vitaliteit. Via behandelaars of trainers, of direct op de leek zelf. Ik vind ze allemaal prima. Heb je vragen voor me, stel ze gerust. Ik ben altijd in staat te helpen. Dat gun ik je. Dat je doet, dat je lef toont en dat je goede focus hebt in 2020. Dan beëindigen we hier bij de podcast. Vond je hem leuk? Laat het van je horen. Vond je hem niet leuk? Laat het ook van je horen. Maar met opbouwende feedback. Volgende keer weer een echte... dit was ook een echte Physis Academy Specialisten podcast. Maar echt weer een behandelaar trainer die praat over zijn of haar resultaten. Om te inspireren. We gaan ook nog een aantal hele gave casussen lanceren die ik zelf doorspreek tijdens de podcast. Dat was het. Het is 11:15 in de ochtend dan weliswaar op eindejaarsdag als je dit luistert. Toen hebben we het opgenomen vandaar dat je wat vuurwerk hoorde. Ik wens jou het allerbeste uiteinde. Geniet van familie, vrienden om je heen of lekker alleen als je dat wil. Reflecteer eerlijk tegen jezelf en groei in 2020.